wat er op de andere velden gebeurt, dat is een beetje het verhaal van deze hele avond in de keukenkampioendivisie. Als er in Doetinchem niet zo heel veel geks gebeurt, ja, dan valt het allemaal wel mee. Maar mocht het daar op een sensatie uitdraaien, of in ieder geval een spannende ontknoping, dan wordt daar ook weer naar gekeken met een schuinoog en natuurlijk ook naar Rotterdam. Het gaat eigenlijk om drie velden voor Almere vanavond. En op al die drie velden moet het goed verlopen. Niet echt lekker weer, maar goed, daar zijn ze dan toch. Die van Almere City FC. Kunnen zij vandaag voor een wonder zorgen? Dat hebben ze zelf niet in de hand. Zoveel is duidelijk. En als je ook iedereen een beetje beluistert bij de club, zijn ze wel realistisch hoor. Het zou leuk zijn, het zou kunnen, maar het zou niet logisch zijn. Wil Almere City zich vanavond eredivisionist kunnen noemen. Mannes, hij in de basis. Enige wijziging die Jeroen Rijsdijk doorvoert. Gaat ten koste van Tunga. Voor de rest 10 dezelfde spelers als die ook tegen Jong Utrecht speelden. Dat leidt tot deze formatie. Mannes rechtsback, Breedijk, Mirani, Helstroep. Smeets, Koolwijk, reserveur. Hier met z'n drieën in het middenveld. Jeboa, Alhaft assisteren. Thomas Verheid die in de punt van de aanval staat. Uiteraard zou je bijna zeggen. Mark Spenkelink kiept vandaag bij Jong PSV. Een van de drie spelers die Peter Uneke in de basis zet. En die anders zijn dan in de vorige wedstrijd. Geen Van Dorp, Bakayoko en Tielemans, wel Spenkelink, Matuta en Kjolo. Hier de man met nummer 10. De 19-jarige Noor. Jeboa Koolwijk nu snel naar Alaf, dan kan die aan de actie beginnen, want er is vooralsnog geen rugdekking. Ook Mannes meldt zich, dit is potentieel gevaarlijk. Almere in de aanval en dan komt er geen strafschop. Perez resoluut, staat er bovenop. De aanval gaat verder, de pijn verdwijnt niet. Jeboa ligt nog altijd. Hij was zojuist heel resoluut, Perez. Vond dit geen overtreding op Jeboa. Spelen met vuur. Maar Jeboa maakt er ook wel heel veel van. Mannes. Verheij, die moet dit proberen. Ja, natuurlijk. En dan kun je hem bijna het stadion uitschieten. Of je gaat de wereld over. Sambo kan hem binnenhouden en haalt er een corner uit. Misschien is dit ook wel een logische oplossing dan van Jong PSV. Een variant. Maar uiteindelijk levert het ook niets op. Ja, een counter van Almere. En Jeboa is rap. Jeboa, inmiddels de achterhoede van Jong PSV, bijna weer in orde. En Verheid komt een teenlengte tekort. En dat overkomt het toch niet vaak. Kwartwedstrijd achter de rug. Het lijkt wel of niemand wil promoveren. Overal nog 0-0. Er zou nu verandering in kunnen komen. Maar de ingreep uiteindelijk net op tijd van Helstroep. Thomas was er dichtbij. Knap uitgekomen door Duda. Dat biedt kansen aan Jong PSV. Sprinten wel tussen Mannes en Uppegaard. Mannes is te laat. Uppegaard wint. En hij krijgt een gele kaart. Begint allemaal met Duda die zich in die netelige situatie eruit weet te draaien. En het eindigt hier in een sprintduel dat Mannes verliest. Het zou kunnen ineens. Maar het zou ook zomaar kunnen dat je gewoon een ploegenoot probeert te bereiken. Het wordt weer een andere variant en die spat uiteen op de lat. Wat een heerlijke pegel zeg van Thomas.
het dichtst bij een doelpunt. Jong PSV. Yeboah is erbij gaan liggen buiten het veld. Geen idee wat daar gebeurde. Maar de zorgen zijn groot om die kleine Duitse aanvaller. Ontstaat het dan hier? Ja, maar zonder contact. En dat is vaak het vervelendst. Laten we hopen dat het met hem gaat. Nou, hij kan er in ieder geval hier vandoor. Blijkbaar Davenveld nog niet op de hoogte van de entree van Yeboah. Yeboah, Verheid, wat is dit een grote kans op de openingstreffer. En wat een bijzonder verhaal was dat geweest als Yeboah hier de assist had verleend. Yeboah behaalt hij goed het overzicht, kiest Verheid ook goed positie. En die bal moet altijd hangen. Spenkeling voorkomt de openingstreffer. Mannes. Afvallende bal voor Kolwijk, die raakt hem lekker. En ja, op dat gras versnelt die bal. En dus is dit echt een prima reflex van Spenkeling. Die in korte tijd twee keer noodzakelijk moet optreden. Verheid. Hier is de kans voor Helstroep. En dat is niet degene die je verwacht om de score te openen. En dat gebeurt dus ook niet. Had wel de gelegenheid. Maar schuift hem naast het doel. Kjurlo. Uppegaard. Schakelt zich veelvuldig aanvallend in. Alhaft achtervolgt wel. En grijpt nu ook in, maar niet echt voordelig. Want Christensen aan de bal. Hier is de kans voor Jong PSV. En de voorsprong voor Jong PSV. Uppegaard schiet vooralsnog de eredivisietroon van Almere in duigen. Versnelt zelf Uppegaard. En hier grijpt Alhaft in. Alleen dan staakt hij vervolgens een verdere pogingen. En loopt Uppegaard heel slim weg. En kiezelhard 0-1. Coaching vanaf de bank. Kom op jongens, in de eerste wedstrijd tegen Jong PSV stonden we ook met 1-0 achter. Dat is waar. En toen werd het nog 2-1 voor Almere. Geen blik meer richting Doetinchem. Geen blik meer richting Rotterdam. En ook wat er in Leeuwarden gebeurt. Maakt helemaal niets uit. Almere moet het eerst zelf zien te klaren. Dat zou nu een eerste aanzet kunnen krijgen. Hoe valt die bal? Niet tegen een arm, zegt Perez. Verheid is het daar ook niet helemaal mee eens. Is hier sprake van Hens? Dat is vraag 1. Ja, is er sprake van strafbaar Hens? Ik vind het heel logisch dat Perez hier geen penalty voor geeft. Uppegaard. Uppegaard. Dreigen, Uppegaard. Met rechts duidelijk minder goed dan met links. Of was het Antonissen? Kan ook nog. Sambo. Sambo! En Wout plukt die bal uit de bovenhoek. Om in ieder geval het laatste half uur nog een beetje hoop te houden. Lekker schot. En heel belangrijk deze redding. Yeboah. Toch al niet zijn gelukkigste avond. Aantal overtredingen, aantal blessuretjes. Kon vandaag niet het verschil maken. Jon Yeboah, zoals hij dat de afgelopen weken wel deed. Tot zijn eigen frustratie. En het theatermeubilair moet het daar ontgelden. Lesquois. Dat is een goede bal richting Verheid, die hier ook nog oorlog kan gaan maken. En de bal valt niet goed voor Almere. Waar de supporters proberen voor wat ondersteuning te zorgen. Alhaft, de versnelling en de hoekschop. Corner van Kolwijk, daar is Breedijk en daar is het 1-1. Stap 1 is beklommen. Almere is er nog niet, maar de hoop teruggekeerd. Via Daniel Breedijk. Springt hoog.
aangespoord door het vuurwerk, staat het in ieder geval weer gelijk. Als je iemand niet wil bereiken met een hoge voorzet, is het Alaf wel. Breedijk. Lesqua verheid bij de tweede paal. Reserveur op schietafstand. De kapbeweging is goed, maar links is niet zijn favoriete been om mee te schieten. Sambo, Bakayoko, Bakayoko en een heel cruciale redding van Wout voor de tweede keer. En dan is dit bijna een flater die daarop volgt. Hoort er allemaal bij een spannende ontknoping. Boeijaglaven. Duw in de rug, vrije trap. Ik vind het wel mooi dat Jong PSV niet gelaten deze wedstrijd ondergaat. Ze maken het Almere City echt lastig. De muur is niet heel breed, maar er staan nog wel wat andere spelers voor de snuffert bij de doelman. Smeets en de keeper redt prima. Een handje van Sprenkelink. Daar is Breedijk en Breedijk krijgt hem er niet in. Bijna zijn tweede. Boeijaglaven. Lesqua. De voorzet is goed voor hij. Nu dan? Nee, weer niet. Alhaft. En nu ook weer niet. Ja, inmiddels moeten ze zich bij Almere gaan afvragen hoeveel kansen ze nog nodig hebben om in ieder geval aan de eigen opdracht te voldoen. Bakayoko. Bakayoko en daar is Wout, maar overtreding en daar volgt dan ook rood voor Lesqua. En die kan dus een schorsing tegemoet zien. De Eredivisiedroom eventjes in de ijskast bij Almere City. Directe promotie niet bereikt omdat ze de eigen opdracht al niet weten te voltooien. Winnen van Jong PSV, dat mislukt. Het eindigt hier in het Janmarstadion in 1-1. Mark, mag ik jou feliciteren na een 1-1 hier in Almere? Ja, ik denk het wel. Nou, gefeliciteerd dan. Ja. Nee, vertel eens, wat was het voor wedstrijd? Ja, we wisten dat zij wel moesten komen natuurlijk. En dan hoop je het zo lang mogelijk spannend te houden in eerste instantie. En vanuit daaruit met onze kwaliteiten weet je dat je altijd kansen creëert. En ik denk dat we wel echt in de wedstrijd moesten groeien. Ik zelf ook. Maar op een gegeven moment dan kom je er lekker in. En dan wat er allemaal gebeurd is. Dus ik moet nog even terugkijken. Want ik zat echt in een flow. Maar wel heel lekker. Ja, kun je eens vertellen hoe lekker dat is om in zo'n flow te zitten. En om al die ballen maar tegen je hand aan te krijgen. Ja, hoe beschrijf ik het? Ja, je denkt niet na. Je doet gewoon zoals je op de training eigenlijk ook gewoon altijd doet. En je weet dat je het kunt. Op de training laat ik het altijd zien. Alleen die wedstrijden wil je het ook laten zien. En als het er dan uitkomt, ja, dat is wel... het mooiste wat er is. Kijk wel, ja, de druk, de laatste fase en welke ballen Mark er dan nog uit tovert. Ja, dan ben je blij met het punt. Ik zeg, we krijgen onze kansen zelf ook nog wel. Maar nee, weet je, het is mooi. Mooie wedstrijd, weet je, waar alles in zit. Waar alle spanning en emotie merk je gewoon dat het in die wedstrijd kruipt. Omdat de uitslagen van die andere velden meespelen. Nou, dat doet wat met, in dit geval, de aanpak van Almere. En dat is mooi om te zien hoe wij daar dan mee omgaan en hoe je overeind blijft. Ondanks dat je een goal slikt, hebben we dat echt fantastisch goed gedaan. Je kwam hier als een soort van keeperstrainer, of als de trainingskeeper, zo moet ik het zeggen. Keeperstrainer nog niet, als trainingskeeper. Ja. Dan krijg je in de loop van het seizoen toch een paar keer de kans om je te laten zien in wedstrijden. Hoe was dat om eindelijk die kans te krijgen om ook te laten zien? Ja, dat is echt heel moeilijk te beschrijven, want je wil zo graag. En ik werk echt heel hard, ik ben gewoon dagen 8 tot 5 ben ik op de club. En dan zegt iedereen wel, ja, je verdient om te spelen, maar ja, je weet gewoon hoe de rolverdeling is. En dat we de laatste 2 wedstrijden mochten spelen als beloning, ja, dat vind ik al geweldig. En
dat het ook twee keer heel goed is gegaan, is wel echt een mooie bevestiging voor mezelf. En ja, mijn contract loopt af, dus ik hoop wel mijn naam nu een beetje gevestigd te hebben. Dat ik ergens een heel seizoen kan spelen. Nu is het tijd voor sommigen om de volgende stap te maken buiten PSV, waar ik er zelf een van ben. Voor anderen is het de stap naar volgend jaar jong om door te groeien en klaar te maken voor de stap die dan komt. Of dat naar één is of ergens anders. En voor anderen die net komen kijken, hebben nog 2 jaar. Dus weet je, iedereen heeft daarin zijn eigen doel. En nou ja, weet je, dat is vooral mooi. Nee, vooral het tevreden gevoel over deze wedstrijd. Ik zei net ook, de beleving van de jongens die gewisseld worden op de bank was fantastisch. En die gaan met kramp eraf, die waren kapot, maar die stonden bijna in het veld van de emotie en het meeleven. Ja, dat is mooi. Weet je. Dat tekent de groep en dat is alleen maar mooi om zo af te sluiten. Ja, hoe gaat je toekomst eruit zien? Heb je daar al een idee over of speelt het nog niet heel veel? Ja, weet je, er zijn wel contacten met meerdere clubs over invulling van. En dat is hoofdtrainerschap, maar dat is ook assistentschap in de Eredivisie. Alleen alle clubs wachten even op het moment dat er nu beslissingen vallen. Nou, bij ons in de competitie is dat wel duidelijk. In de Eredivisie duurt het nog even. En daar wacht iedereen op. Ik heb 7 jaar PSV gehad. Ik heb meer dan 400 wedstrijden zelf gespeeld. Dus ik heb bagage genoeg. En ik kan meerdere rollen invullen. Dus uiteindelijk ga ik ervan uit dat daar wel iets moois uit rolt. Alleen het vraagt even geduld. Moet ik zeggen, dat is niet mijn allerbeste eigenschap om daar geduldig in te zijn. Vooral ook omdat je wil graag ook dan weer door. Uiteindelijk komt dat wel goed, alleen het kost even tijd en dat brengt deze tijd ook mee. Clubs zijn ook voorzichtig en die willen ook graag weten hoe de financiële situatie vooral eruit ziet en welke beslissingen worden genomen en degraderen we wel of niet, promoveren we wel of niet. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke keuzes, dus een paar weken, een paar maandjes geduld en ga ervan uit dat het goed komt. Ja, heel veel succes namens ons allemaal, denk ik, en bedankt voor de afgelopen jaren. Ja, jullie ook, dankjewel. We komen elkaar vast tegen. Zeker. Dankjewel. Hoi hoi.